In Ede begint het talentteam tegen Focasa met een heerlijke rally. Goed verdedigd hier bij Focasa door libero Max Donker. Talentteam weer een kans. Verdedigd met één hand omhoog door Stijn de Ruiter. Krijgt de bal zelf achterover in het blok. Wordt weer uitgedekt. Kling zoekt zijn middenaanvaller. Vindt en scoort. Bal op de achterlijn in. Focasa zet een stabiel niveau neer. Met vlagen kan het talentteam daarin mee. Hier een mooie aanval van middenman Tom van der Rent. Maar het belet Focasa niet om tot setpoint te komen. Surf via de netrand wordt goed opgepikt. En Job Wils met een tipballetje over het blok heen haalt de 1-0 binnen. In set 2 start talentteam het beste. Op de surf van Lucas Sleuring komen ze tot 4-1. Maar Focasa stopt ze af. Mees Blom serveert hier floatsurf op Sanders van de pijl achterover. Blom verdedigt op midachter. Kling zet ook achterover naar diagonaal Stijn de Ruiter. Topscorer bij Focasa. Wordt ook verdedigd op midachter bij het talentteam. En weer op midachter. Dit blijft een herhaling van zetten. Kling kiest voor iets anders. Het is de pipe in de nek. En die scoort knip en plakwerk dit. Kies dus voor een andere optie met Mees Blom. En Blom is op dreef met 8 punten deze wedstrijd en 80% aanvalsefficiëntie. Verder in de set komt Focasa niet in gevaar. Slotfase is voor Koen van den Borden. Net een slim 1 blok. En hier een mooie aanval via het midden. Mooi weggeslagen naar positie 1. Setpoint Focasa. Hoeven ze weinig voor te doen. Foutsurf zorgt voor 2-0. Focasa wint er geen doekjes om. Ook een derde set is ijzersterk. Killblok van Harnischmacher. 13-23, overpaas, freeball voor Focasa via de middenas, via Koen Scholten, hoog op de handen en blockout. Matchpoint Focasa, serve van Julian Rodeman van Heren 2. Mooie ace op de zijlijn, de rechter zijlijn. En daarmee is het over en uit. Focasa overklast het talentteam en wint met 3-0 in Ede.